hebben vandaag in de ministerraad teruggeblikt op het debat van afgelopen woensdag over het sociaal akkoord. Dat was een stevig debat. Het was ook een goed debat. We hebben inhoudelijk van gedachten gewisseld over de afspraken in het sociaal akkoord. En kunnen vaststellen dat er bij verschillende fracties steun is voor de uitvoering van de vele elementen die in het sociaal akkoord voorkomen. Daar ben ik blij mee. Het is een belangrijk akkoord voor Nederland. Het laat zien dat we in staat zijn om met elkaar integraal werkgevers, werknemers en kabinet maatschappelijke problemen op te lossen, aan te pakken. En ook om gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor de toekomst van ons land. Met dit akkoord in de hand kunnen we doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst een sterk land blijft, een aantrekkelijk land blijft. We gaan nu de maatregelen omzetten in wetgeving. Daar gaan we snel mee aan de slag. Het voornemen is dat eind dit jaar alle wetsvoorstellen die te maken hebben met de grote onderwerpen uit het sociaal akkoord opnieuw in samenhang in de Kamer liggen. Vandaag hebben we natuurlijk ook gesproken over de ontwikkeling van de werkloosheid. De cijfers zijn teleurstellend. Het aantal mensen zonder baan groeit. Dit betekent voor heel veel mensen en voor hun gezinnen grote zorgen, onzekerheid en onduidelijkheid over de toekomst. Wij doen als kabinet alles wat in onze macht ligt om zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen. Het sociaal akkoord kan daarbij een belangrijke rol spelen. In ieder geval laten deze cijfers zien hoe belangrijk het is om door te gaan met het structureel hervormen van onze economie, het verder op gang brengen van het verdienvermogen van Nederland en er op die manier voor te zorgen dat ook in de toekomst in dit land mensen een goede baan hebben en een goede toekomst. Tot slot wil ik graag enkele woorden wijden aan het interview met prins Willem-Alexander en prinses Maxima, dat woensdag is uitgezonden. Ik vond het een goed interview. Ik denk dat heel veel mensen het een goed interview vonden, dat bleek ook uit hun reacties. De ontspannen houding waarmee ze over alle onderwerpen spraken. De helderheid waarmee ze dat deden, maar ook de betrokkenheid die ze lieten zien met ons land en onze inwoners, die was enorm. Kortom, Nederland mag trots zijn op zijn aanstaande koning en koningin. Eerste vraag, Dominique van der Heijden, NMS. Meneer Rutte, even over het debat van gisteravond. Hoe belangrijk vindt u het dat Fred Teven kan aanblijven? Fred Teven is een gewaardeerde collega, een uitstekende staatssecretaris. Dus ik ben blij dat hij doorgaat en dat hij steun heeft gekregen van 2/3 van de Kamer. Is hij inderdaad de aangewezen man om dat vertrouwen te herstellen? Ja. Er zijn namelijk partijen zoals D66 ook en het CDA die dat niet vonden. Wat vindt u daarvan? Ik vond dat anders. Kijk, bij het CDA was de argumentatie ook een andere. Het CDA zei eigenlijk letterlijk in de derde termijn, het is niet zozeer dat wij de persoon Teven niet vertrouwen. Wij als CDA vinden dat iemand hier ook zichtbaar uiteindelijk voor moet aftreden. Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind het belangrijk dat Teven zich verdedigde. Dat deed hij goed. En uiteindelijk ook de steun van de Kamer kreeg. Nou, is er een onderzoek toegezegd? Wat zou dat moeten opleveren, dat onderzoek? Dat onderzoek zal gaan naar de wijze waarop wij in Nederland uitvoering geven aan het asielbeleid, aan het migratiebeleid. Aan de belangrijke kenmerken die het asielbeleid in Nederland heeft. Stevig, maar ook humaan. Om erop toe te zien dat het zo gebeurt. Te zien waar we dat kunnen verbeteren. Waar we die aspecten verder kunnen versterken. Er is eigenlijk gezegd dat die uitvoering op veel onderdelen niet humaan zou zijn. Bent u het daarmee eens? In ieder geval in het geval van de Rus, meneer Dolmatov, die uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd in gevangenschap. Daar zijn achteraf vastgesteld grote fouten gemaakt. Het debat ging erover in hoeverre er ook andere fouten worden gemaakt. Ik denk dat het heel goed is dat dit in samenhang met elkaar wordt bekeken. Maar moet het Nederlandse asielbeleid humaner worden? Wat we moeten doen is ervoor zorgen dat waar wij de ambitie hebben dat ons asielbeleid stevig is en humaan is, dat dat ook in de praktijk zo is. En daar moet het onderzoek op toezien. Maar dan zegt u dus eigenlijk dat het in de praktijk niet humaan is? Dat we dat moeten bezien nu, omdat er nu een geval is, een heel ernstig geval waarbij iemand is omgekomen, zelfmoord heeft gepleegd in gevangenschap, die dus aan de zorg van de Nederlandse overheid was toevertrouwd. Ik vind het van heel groot belang dat we daar lessen uittrekken. Die zijn voor een deel getrokken. De onderzoekers zullen ons daar verder bij helpen. Nederland heeft een strikt en humaan asielbeleid. Het is van belang dat het ook in de uitvoering zo is. Maar verwacht u dat er echt iets gaat veranderen aan het asielbeleid? Dat zal ook uit die onderzoeken moeten blijken. Kijk, we hoeven die onderzoeken niet te doen als we alles al weten. Er zijn al door Teven
en zijn mensen conclusies getrokken op grond van wat er gebeurd is. Daar is ook in het debat uitvoerig over gesproken. Ik denk dat de onderzoeken die nu zijn toegezegd, onder andere door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het feit dat hij ook een visiedocument gaat opstellen, zal bijdragen aan de uitvoering. Tot slot, was je aan het eind van de avond opgelucht over de uitkomst van het debat? Of had u het eigenlijk wel verwacht? Ik ben eerlijk gezegd daar neutraal ingegaan. Ik heb echt steeds gedacht, zo heb ik het ook met Teven van tevoren besproken, het is een zeer ernstige zaak. Je hebt naar mijn absolute overtuiging de juiste reactie gegeven, ook de juiste maatregelen getroffen. Je komt langs de juiste redenering ook tot de conclusie dat jij degene moet zijn, jij Fred Teven degene moet zijn, die het beleid moet uitvoeren. Je moet daar nu een meerderheid van de Kamer, zo het kan, een grotere meerderheid dan alleen een coalitie van overtuigen. Dat is hem gelukt. Ik sla even aan op het woord, ik stond daar neutraal in. Bedoelt u dat u aanvankelijk dacht, nou ja, het maakt niet uit wat de uitkomst is? Nee, uw vraag is een andere. Uw vraag is wat mijn verwachting was van de uitkomst. En ik heb me heel bewust, hoewel ik natuurlijk absoluut de hoop had dat dit goed zou aflopen. En dat Fred Teven op grond van de redenering en zijn eerste reacties en ook de manier waarop zich op het debat had voorbereid. En de eerste reacties ook op de fouten die waren gemaakt. Vond en vind ik dat hij ook de juiste reacties heeft gegeven. Wat ik mezelf heb gedwongen is om niet van tevoren alle voorspelling te gaan doen hoe dat in de Kamer zou gaan aflopen. Omdat ik het van groot belang vond dat dat debat ook zijn eigen gang zou hebben. En natuurlijk was ik hoopvol. In die zin hoopte ik op een goede uitkomst. BNS had over dit onderwerp? Oké, ja. Zelf eiste staatssecretaris Teven op een gegeven moment onvoorwaardelijke steun. En niet alleen van de coalitie, maar ook van de belangrijkste oppositiepartijen, zei hij. Wat vond u van die opstelling? Verstandig. Als je zo'n fundamenteel debat hebt gevoerd met elkaar, dan is het ook van groot belang om te weten of een ruime meerderheid van de Kamer ook echt expliciet de steun uitspreekt. Was die opstelling met u gecoördineerd? Daar kan ik geen mededeling over doen. Maar u zegt het was een verstandige opstelling, maar aan het eind bleek toch dat CDA en D66 voor die motie van wantrouwen stemden. Zo is het. En dus kreeg hij dus niet de onvoorwaardelijke steun van dat grote deel van de oppositie, van die belangrijkste partijen uit de oppositie, zoals hij van tevoren in dat debat had geëist. Wacht even, hij heeft de steun gekregen van 2/3 van de Tweede Kamer. Dat vind ik een zeer ruime steun. En de opstelling van CDA en D66, wat vindt u daarvan? Ik neem aan dat die partijen in volle integriteit hun eigen afweging hebben gemaakt. En die heb ik te respecteren. Teven zei ook tijdens het debat dat hij lang had gedubt of hij moest aanblijven of aftreden. Heeft hij dat dubben met u gedaan? Ook daar kan ik geen mededeling over doen. Ik doe nooit mededelingen over gesprekken met bewindslieden. Ook niet over dubben. RTL, volgende vraag. En nog even over hetzelfde onderwerp. U zegt een ruime meerderheid van de Kamer steunt hem, maar 1/3 van de Kamer steunt hem niet. Maakt hem dat geen aangeschoten wild? Nee. Wat je in Nederland moet doen als er iets fout gaat, en hier is echt iets fout gegaan, daar heeft een man uiteindelijk zelfmoord gepleegd, terwijl hij was onder de bescherming viel van Nederland. Hij in detentie zat. Dat is heel ernstig. Onderzoek hebben laten zien dat er geen directe link te leggen is, maar niettemin, het is gebeurd. Fred Teven was zelf de eerste ook die daar zeer emotioneel over was, dat heel ernstig vond. Heeft alles aangedaan om al voor het debat de onderste steen boven te krijgen. De eerste vervolgacties ook bekend te maken. Er komen nu verdere onderzoeken. Ik denk dat dat ook de manier is waarop je dat moet doen. Vervolgens ga je naar de Kamer, daar ga je je verdedigen. Dan ga je kijken of je meerderheid van het parlement achter jouw standpunt kunt krijgen. Achter de visie van Fred Teven zelf, die ik volledig met hem deel, dat hij doorkom. Dat is hem gelukt. Zo hoort het te gaan. En toch is 1/3 van de Kamer heeft geen vertrouwen meer in de staatssecretaris. Kan hij dan nog wel voldoende functioneren? Zonder meer. 2/3 is een ruime meerderheid, ja. Wat is dan de betekenis van 1/3 die dat vertrouwen niet meer heeft? Dat hij het vertrouwen niet heeft en dat hij hard zou moeten werken om te proberen ook van die 1/3 het vertrouwen terug te winnen. Als ik nog een andere vraag mag stellen, heeft u ook uw buik vol van de Eerste Kamer? Wat Halbe Zijlstra volgens mij gezegd heeft, is, en dat ben ik zeer met hem eens, dat het van belang is dat de Eerste Kamer, niet dat die moet worden opgeheven, dat de Eerste Kamer de eigen democratische rol moet spelen in het staatsbestel. En de eerste reacties uit de Eerste Kamer laten ook zien dat ze het met hem eens zijn. Want ook zij zeggen in die eerste reacties dat de Eerste Kamer er niet is om de Tweede Kamer over te doen, maar om te kijken naar de kwaliteit van wetgeving. Dus in die zin heb ik sterk de indruk dat een grote meerderheid in de Eerste Kamer het met Zijlstra eens is. Maar vindt u ook als de Eerste Kamer te politiek wordt dat hij maar beter kan worden afgeschaft?
Gegeven de eerste reacties uit de Eerste Kamer dreigt dat dus niet. Want ook daar bevestigt men hoe belangrijk het is dat de Eerste Kamer vooral ook de rol heeft in het democratisch bestel die het moet hebben. Chambre de réflexion, dus de plek waar wetgeving nog een laatste keer heel grondig bekeken wordt. Heel grondig op kwaliteit getoetst wordt en niet het overdoen van het politieke afwegingsproces in de Tweede Kamer. Als dat het geval zou zijn, dan zou u toch helemaal niet op zoek hoeven naar bredere meerderheden in de Tweede Kamer, als de Eerste Kamer alleen maar chambre de réflexion is en geen politieke rol speelt. Nou, in ieder geval ben ik blij met de reacties uit de Eerste Kamer op de uitlatingen van Halbe Zijlstra. Dat ook zij vinden dat zij een duidelijke positie hebben in het staatsbestel en dat die positie niet is het overdoen van de Tweede Kamer. Bloomberg, dan AD. Werkloosheid is, loopt hard op. Over dit onderwerp. Dan gaan we even dit onderwerp afmaken, inderdaad. Want dit is niet over Zijlstra. Nee, dat zeker. Jij wou nog over het. Ja. Zijn er nog meer vragen daarover? Oké, dan. Ja, meneer Rutte. Waarom pleit uw partij ineens voor het afschaffen van de Eerste Kamer? De VVD is toch altijd een partij die de Eerste Kamer ook heel belangrijk vindt? Mijn partij, ook de fractievoorzitter van mijn partij in de Tweede Kamer, pleit niet voor het afschaffen van de Eerste Kamer. Het pleit ervoor dat de Eerste Kamer, en dat interview is glashelder in de Telegraaf vanochtend, dat de Eerste Kamer bij de eigen lees blijft. Zich houdt aan de taak die de Eerste Kamer heeft in het staatsbestel. En ik ben zeer blij met de eerste reacties uit de Eerste Kamer, dat men daar zegt, ja inderdaad, het is van groot belang dat wij die taak goed uitvoeren. Te weten het heel goed op kwaliteit toetsen van wetgeving. Ja, maar wat in de geschiedenis is gebleken, en dat geldt ook voor de VVD in de Eerste Kamer, dat als men het niet eens is met een wetsvoorstel, dat men dan op dat moment zegt, we vinden de kwaliteit van het wetsvoorstel niet goed, terwijl het eigenlijk een inhoudelijk oordeel betreft. Dat hebben alle partijen hebben zich daar in het verleden schuldig aan gemaakt. Dat zal ook blijven gebeuren. Dus welke garantie heeft u nou dat dat dan niet meer gaat gebeuren? Het zal zeker af en toe zo gaan, maar ik heb zelf hele andere ervaringen. Ik was als staatssecretaris Sociale Zaken verantwoordelijk voor een hele grote stelselwijziging in de bijstand. Ik heb in de Tweede Kamer de Partij van de Arbeid toen in dat kabinet van CDA, VVD en D66 niet kunnen overtuigen. In de Eerste Kamer heeft het overgrote deel van de Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid wel voor het wetsvoorstel gestemd. En daar ging het debat ook 10 uur lang precies over waar het over moet gaan in de Eerste Kamer. Namelijk de kwaliteit van wetgeving, de gevolgen van wetgeving voor de uitvoering. Wat betekent het uiteindelijk ook voor de rechtspositie van mensen? Dat zijn typisch de vragen waar de Eerste Kamer naar kijkt. En waar de Eerste Kamer ook toegevoegde waarde heeft. U bent het dus eigenlijk eens met de heer Zijlstra dat het politieke primaat bij de Tweede Kamer hoort te liggen. Zeker. En zou dat kunnen betekenen dat er een situatie kan ontstaan waarbij het kabinet voor bepaalde wetsvoorstellen geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer en toch verwacht dat men daarvoor zal gaan stemmen? Gezien ook de uitlatingen van vele senatoren in reactie op de woorden van Halbe Zijlstra, ben ik gesterkt dat ook daar het besef bestaat dat de Eerste Kamer een hele eigen positie heeft in het staatsbestel en dat het van belang is die te borgen. Dat is een oproep eigenlijk? Nee, ik stel vast wat men er zelf van vindt. Maar doet u ook een oproep? Die is niet nodig, omdat men in de reacties op het woorden van Zijlstra, die zei, blijf bij je leest, dat men zegt dat zullen we doen. Maar waarom is er dan bijvoorbeeld een woonakkoord gesloten om toch die meerderheid te hebben voor de woonplannen van minister Blok? Omdat vanzelfsprekend het van belang is dat waar je wetgeving hebt die in de Tweede Kamer in de eerste plaats politiek getoetst wordt. Maar kijk bijvoorbeeld naar de bijdrage die de ChristenUnie aan het woonakkoord heeft geleverd. Die bijdrage betrof bijvoorbeeld de rol van de uitvoering, de rol van de corporaties. Kijk naar de bijdrage die de SGP in diezelfde hoek ook aan het woonakkoord heeft geleverd. Het overleg waarvan ik weet dat heeft plaatsgevonden tussen Tweede Kamer ChristenUnie SGP en Eerste Kamer fracties van ChristenUnie en SGP. Precies over deze kwesties waar de Eerste Kamer bij uitstek ook over gaat. En waarvan de senatoren zeiden, wil je uiteindelijk dat ook wij misschien gaan instemmen, of daar in ieder geval een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op hebben, dan waarheid van belang op deze typische aspecten waar de Eerste Kamer op let, die ook echt bij de taak van de Eerste Kamer horen, dat je daarop let. Maar gezien het interview van de heer Zijlstra in de Telegraaf, gaat het kabinet nou minder dan wij allemaal dachten op zoek naar steun bij andere partijen om die meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen? Ja, ik denk dat ik dan moet duiden hoe wij aankijken tegen het zoeken van steun. Wij zoeken steun in de Tweede Kamer voor de politieke afweging die gemaakt moet worden. En in principe mag je erop rekenen dat als wij regeerakkoordmaatregelen uitvoeren, dat Partij van de Arbeid en VVD steun geven.
Vervolgens is het van belang te realiseren dat we in de Eerste Kamer die meerderheid niet hebben. En dat de Eerste Kamer een eigen unieke rol heeft in het staatsbestel. En dat de Eerste Kamer op bijzondere aspecten aandacht besteedt. Ik wijs bijvoorbeeld op het wetsvoorstel herziening ten nadele, wat nog vorige week met 37-36 in de Eerste Kamer is aangenomen. Waarbij het debat wat Ivo opstelde daar voerde over dat wetsvoorstel een heel ander karakter had dan het debat in de Tweede Kamer. Dat was typisch een debat wat ging over de zaken waar de Eerste Kamer ook de meerwaarde heeft, de bijzondere positie heeft in het staatsbestel. De kwaliteit van de wetgeving, de consistentie, veel meer dan de politieke afweging. Bloomberg. Werkloosheid, gisteren bekend geworden, opgelopen 8,1%, loopt ook hard op. Veel banen gaan verloren in de bouw. En mijn vraag is, ja, wat het kabinet concreet gaat doen om daar werkloosheidsproblemen aan te pakken? Het kabinet heeft daar een hele reeks maatregelen genomen. Ik wijs op het woonakkoord wat een maand geleden tot stand is, een week of 6 geleden tot stand is gekomen. Met onder andere het verlagen van de BTW onder bepaalde voorwaarden in de bouw. Maatregelen die we genomen hebben ten aanzien van de investeringspositie van corporaties. Maatregelen die we hebben genomen ten aanzien van het bevorderen van de doorstroom. Dat is een pakket wat zowel op de langere termijn als ook op de korte termijn zijn effecten heeft. Als ik iets breder kijk, het sociaal akkoord vorige week ging niet alleen over de wereld in 2016, als heel veel hervormingen van kracht worden. Het ging ook heel stevig over wat gaan we nu doen. We gaan onmiddellijk beginnen om plekken te zoeken voor mensen met een arbeidsbeperking bij overheid en bedrijven. Werkgevers, werknemers en het kabinet slaan de handen ineen om onmiddellijk aan de slag te gaan met gemeenten om ervoor te zorgen dat we knelpunten arbeidsmarkt gaan wegnemen. We zijn bezig, middelen zijn vrijgemaakt om op korte termijn maatregelen te nemen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. En we zijn bezig met een actieplan ook juist voor de positie van ouderen op de arbeidsmarkt. Dus het is een mix van maatregelen waarbij we zowel structuurverbeteringen doorvoeren voor de langere termijn als ook acties nemen op de kortere termijn. Maar de corporaties die worden ook belast, dus hun mogelijkheden om te investeren worden juist beperkt op een bepaalde manier. Hoe ziet u dat? De opgave waar dit kabinet voor staat, waar ook sociale partners in een sociaal akkoord voor staan, is om deze verschillende belangen met elkaar in balans te brengen. De belangen dat de overheidsfinanciën in zwaar weer verkeren, en dat is van belang is om die onder controle te krijgen. Het belang om het verdienvermogen van onze economie te versterken, ook op langere termijn, maar zeker ook op korte termijn maatregelen te nemen, die kunnen bijdragen aan het zoveel mogelijk beperken van de effecten van de verslechterende economie. En dat die verslechterd mogen duidelijk zijn uit de cijfers die ook gisteren weer naar buiten kwamen, die buitengewoon ernstig zijn. En wat ik net schetste, het antwoord op uw vorige vraag, is ook precies het antwoord op dat dilemma. Dat je zowel voor de korte termijn als voor de langere termijn, zowel op het punt van de overheidsfinanciën als de structuurversterking van de economie, maatregelen moet nemen. AD. Meneer Rutte, twee van uw kabinetsleden, mevrouw Schippers en meneer Van Rijn, praten op dit moment over een zorgakkoord. Wat is uw verwachting daarvan en wat heeft het kabinet te bieden aan de werknemers in dit geval vooral? Bij de bewindslieden hebben we vandaag het kabinet bijgepraat. Lodewijk Asscher en ik zelf zijn natuurlijk in de afgelopen dagen nog veel intensiever op de hoogte wat er gebeurt aan die tafels. Het bevordert niet de uitkomsten van die gesprekken als ik daar verder mededelingen over doe. Verwacht u wel snel een akkoord? Want bij de advocabel is een soort deadline neergelegd dat er voor morgen een akkoord zou moeten zijn, omdat er morgen dan een knoop wordt doorgehakt. Verwacht u dat dat mogelijk is? Ik verwijs naar het vorige antwoord. Alles wat ik zeg over timing, inhoud, randvoorwaarden, kabinetsinzet en uitkomst van dat akkoord bevordert niet het succes. In hoeverre is het belangrijk dat zo'n akkoord er snel komt? U zegt er moeten een aantal voorstellen naar de Kamer, onder meer de langdurige zorgbrief en de thuiszorg is daar een belangrijk onderdeel van. Het spijt me zeer, maar zelfs het nu reflecteren op het relatieve belang en het absolute belang van een eventueel akkoord in de zorg op deze kabinetsvoornemens bevordert niet de uitkomst van de gesprekken. Okay. AP. Ja, nog even over het sociaal akkoord. U zegt dat u blij bent met de brede steun. Maar een flink aantal oppositiepartijen, belangrijke partijen als CDA, D66 en ChristenUnie, die waren net boos woensdag dat u een motie had afgewezen waarin ze vroegen om verder te mogen praten. En zeiden zelfs dingen als we moeten dan maar eens kijken of we het kabinet verder nog aan meerderheden gaan helpen. Ik snap hun reactie. Dat ging overigens niet over het sociaal akkoord. Want daar was ook vanuit deze partijen op allerlei onderdelen brede steun. En als je er zo met je ogen door de oogharen naar kijkt, dan mag je aannemen dat dat ook kan leiden tot meerderheden in beide kamers. Mits het kabinet zijn werk goed doet en met goede voorstellen komt in lijn met het sociaal akkoord. Daarnaast was er een debat natuurlijk over het bezuinigingspakket voor 2014 en de bijzondere afspraak die daarover gemaakt is.
De motie die erover was ingediend was in strijd met het sociaal akkoord. Dus ik kon niet anders dan die motie ontraden. Niettemin tijdens het debat hebben zowel ikzelf als Jeroen Dijsselbloem duidelijk laten weten dat wij heel goed hebben verstaan uit de hoek van heel expliciet ChristenUnie D66, impliciet toch ook van CDA en GroenLinks, dat men bereid is in de komende tijd met ons in gesprek te gaan. Maar u had die motie toch wel kunnen vertalen of herinterpreteren of zo, op een manier dat iedereen ermee had kunnen leven? Ik heb de motie zodanig geïnterpreteerd dat ik hem beschouw als een verdere bewijs van het feit dat deze partijen, en dat waardeer ik zeer, bereid zijn om mee te denken over de begroting 2014. En in het verlengde daarvan ook over een aantal andere hervormingen die op stapel staan. Die mogelijk ook vanwege wensen die bij die partijen leven financiële consequenties kunnen hebben. En dat ook in samenhang te bekijken. Het dictum van de motie, dus de uitspraak van de motie, was echt in strijd met het sociaal akkoord. Waarvan dezezelfde partijen zeiden dat ze blij zijn dat er zo'n sociaal akkoord nu ligt. Dus ik kon niet anders dan uiteindelijk de motie vanwege het dictum, dus de uitspraak, ontraden. De geest van de motie, dat we dat contact zoeken, dat we met elkaar die verkenning hebben, is natuurlijk volstrekt overgenomen door het kabinet. Ik ga langzaam naar de afronding. Ik zie nog hier NOS, Po-nieuws en dan gaan we afronden. NOS. Premier Rutte, even iets van lichtere aard als u het goed vindt. U bent een muzikaal man, u speelt niet onverdienstelijk piano. Daarom zou ik u willen vragen, kent u deze melodie? Herkent u het al? Nee, maar u doet het prachtig. Ja? Het is het officiële koningslied. Juist. Door Eubank geschreven. En de tekst, heeft u daar al kennis van mogen nemen? Nee, ook niet. Daar komt hij hoor. Door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Ik bescherm je tegen alles wat er komt. Nou, dat is me wat. Ja? Spreekt het u aan? Dat is eigenlijk de vraag, want het is een nationaal lied. Kijk, misschien dat het ook met de uitvoering te maken heeft. Bij gebrek aan een totaal orkest nog een kracht kan winnen. Maar ik vind dat u een knap poging doet. Kijk, over smaak valt nooit te twisten. Maar ik stel wel vast, het staat op nummer 1 bij iTunes. Iedereen dus, en de klant heeft altijd gelijk. Dat betekent dat er 99 cent per keer betaald wordt. Daarvan gaat een groot deel ook naar het Oranje Fonds. Dus dat is goed nieuws. Ja, goed nieuws. En dan nou, zat ik me af te vragen, want we moeten dat met z'n allen zingen, toch? U ook straks. Oh. Maar we hebben nog anderhalve week, toch? Dus ik denk dat het verstandig is dat ik dat beperk tot lippen. Ja? Want mijn pianospelen is legendarisch, maar mijn zingen ook, maar dan totaal omgekeerd. Ja, maar ik was heel benieuwd naar uw Ali B-imitatie. Mogen we dat nog meemaken? Nee, ook omdat dat los van het feit dat afbreuk zou doen aan de waardigheid van mijn ambt, ook in de uitvoering aanleiding zou kunnen geven tot grappen en gollen. Maar is het te doen, rappen met 16 miljoen mensen? Ik ben zelf klassiek geschoold. En dat betekent dat ik vier handen op één piano heel veel vind. De 16 miljoen stemmen is heel erg veel, maar het schijnt te kunnen. En ik zou zeggen, laten we een poging gaan doen. Ja, de handen op de piano en dan ook nog drie vingers in de lucht, hè? Ik heb begrepen dat er ook nog bepaalde gebaren bij horen. Dus ja, kom op. Ja. Ja. De wave van? Ik neem aan van de aanstaande koning. Willem, ja. En als hij die omdraait naar beneden, dan is het de M van? Ik neem aan van zijn echtgenote. Ik begin het te begrijpen. Oh, nu. Dus hij is goed over nagedacht. Meneer Rutte, wat ik hieruit nog niet opgemaakt is, of u het nu maar al gehoord heeft. Niet dan nadat uw collega, voordat uw collega het net zo mooi begon voor te doen. Nou, het stond vanochtend om 8 uur, stond er online. Dan had hij natuurlijk vast wel ergens tijd gehad om het even te luisteren als minister. Nee, want we sporten met een aantal collega's op vrijdagochtend. Aansluitend hebben we dan de voorbereiding van de ministerraad. Ik had nog een vergadering ook die te maken had met de troonswisseling. En toen moest ik alweer rennen om om 10:30 in de treffenzaal te zijn. Vervolgens kwamen Edith Schippers en Martin Verijn ons bijpraten over de tussenstand van de onderhandelingen over het zorgakkoord, waardoor de lunch van de ministerraad later begon. En uiteindelijk wilde ik ook u niet laten wachten, zodat u ook allemaal zo snel mogelijk kunt gaan downloaden. Nu zegt u dat het op 1 staat in de iTunes, maar de reacties van het Nederlandse volk liggen er niet om. Ze vinden het veelal afschuwelijk. Wat vindt u daarvan? Ik zei al, over smaak valt niet te twisten. Nederland is natuurlijk een land wat altijd met een kritisch oog kijkt naar culturele uitingen. Niettemin, als het ook op 1 staat bij iTunes, is dat toch ook een signaal dat er blijkbaar heel veel mensen zijn die het wel mooi vinden.
Ja, dan tot slot. U bent de minister-president van alle Nederlanders. Had u niet iets kunnen doen om dit afschuwelijke liedje te voorkomen of er iets aan te veranderen? Luister, ik denk als ik de kans had gehad om het lied te maken, zou het een kopie zijn geworden van een Mozart-aria. En ik denk dat dat nog minder in de smaak zou vallen. Jullie visjager. Ik had zo'n vraag. Ik snap niet waarom deze vraag dus nu al gesteld is. Meneer Rutte. Ik heb gehoord of het is bekend dat u in het geheim of op nu niet een goed pianist bent. Wat vindt u nu van het koningslied? Want het, ja, dat moet u dan nog horen. Maar is het wel muzikaal genoeg? Wil u dat uitzoeken? En valt het onder de ministeriële verantwoordelijkheid? Ja. Niet alleen op. Even hoor. Even kijken, dat is een wat langer antwoord. Namelijk nee. Laten we snel de Schubert-fantasie voor vier handen gaan instuderen. Oh, dat is nog een afspraak die we samen hebben. Goed weekend. Goed weekend. Tot ziens.